Op de laatste transferdag deed NEC nog wat inkopen. De nummer 9 positie is vastgelegd. Zijn naam Etienne Feliconia. De 30-jarige Sloveen is de opvolger van Sven Brake, die vandaag een contract tekende bij het Italiaanse Livorno. Feliconia moet bij NEC de concurrentie aangaan met Olly Romani. Vanmorgen al trainde de tweede nieuwe aanwinst van vandaag, Sian Fleming, mee bij NEC. De Nijmeegse eerste divisionist huurt de speler van PEC Zwolle. Wat voor speler is Sian eigenlijk? Ik ben gehaald voor de positie 10 in eerste instantie. En ik ben een speler die vanuit het middenveld graag voor de goal komt. En zowel van binnen als buiten de 16 eigenlijk kan scoren. En een beetje power en strijd ook in de ploeg kan brengen. Waarom heb jij gekozen om verhuurd te worden aan een keukenkampioen divisieclub? Ja, dat is op dit moment een hele bewuste keuze geweest. Omdat het voor mij na vorig jaar in de Eredivisie, waarin ik weet de cijfers niet precies, maar volgens mij bijna 30 wedstrijden of zoiets heb gespeeld. Ook wel regelmatig vanaf de basis, maar ook regelmatig vanaf de bank en aan invallen. Dus een beetje wisselvallig. En ik wil een volwaardig seizoen maken, wekelijks spelen. En dan, ik denk dat een speler dat sowieso nodig heeft om het beste van zich te kunnen laten zien. En vandaar dan maar even een stapje terug qua competitie. Maar qua club is het natuurlijk wel nog Eredivisieniveau. Dan hoor je Wilco over strijd en beleving en dat soort termen allemaal eruit gooien. Zijn dat dingen die bij jou passen? Ja, eigenlijk wel. Dat spreekt me aan. En dat is... Dat hoort er ook gewoon bij. En het is alleen maar mooi eigenlijk dat de mensen dat ook verwachten. Dus ik hoop dat we dat ook, zeg maar, met z'n allen met het hele stadion kunnen doen. Want dat heeft wel zijn weerslag op het veld natuurlijk. Is het lastig om verhuurd te worden? Kun je daar goed in inleven? Nou, dit is mijn eerste keer. Dus dat moet nog blijken. Maar het is natuurlijk wel anders, omdat je niet voor een lange termijn traject in principe hier naartoe komt. Dus je komt niet echt om je hier echt te gaan settelen of zo in die zin. Maar ja, je weet waar je aan toe bent. Je komt voor een jaar. En aan de ene kant kan het misschien wel positief zijn, want in dat jaar wil je gelijk alles laten zien. En ik hoop dat het er allemaal uitkomt. I'm a player that always give everything, try to fight every second for the team. Of course, my job is also to score goals and I try to score every time and I try always to help the team to succeed. So at the end, this is the most important now. My wish was to come to back to Holland because I wanted to prove that I'm still capable of playing very good football. NSA, and I know it's a very good club. I get a lot of information. But the most important was at the end the communication between me and people in the club, because I get really positive vibrations and a really good feeling about it. So I'm really glad. From striker, you always expect goals. Normally, I was always scoring when I was playing, so I will try to do this also here. But I'm also the guy who can run deep behind defenders, can do high pressure. So to also help in defense, so because as a striker you are first person with defending and always give everything. Volg ons ook via RN7 Online op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.